Waar ben je vandaag hier? Denk ook de techniek. Nou, je moet allemaal oefeningen doen hier, dat zie je ook. En ja, we gaan zien punten en zo gaan ze kijken en hoe snel je het doet en zo. En uiteindelijk is er een winnaar. Voorhandschotje en terug op de pion. Bekken, goed. We kijken naar creativiteit, dan zijn ze handig met stick en bal. En durven ze creatief te zijn. Ik denk dat hij gaat winnen, Dylan. Dus zo, zo en zo. Ik wil dit zo graag omdat ik graag naar het Nederlands elftal wil. En daar moet je toch wel heel veel voor doen. En dat heb ik ook heel erg gedaan. Ja, ik ga er gewoon voor. Het niveau ligt hoog. En dat, nog hoger dan vorig jaar. Vorig jaar was het te hoog. Dus, ja. Maar het, is, ja, het gaat snel. Sneller dan in mijn tijd. Degene die wint, die mag straks in Den Haag in het grote Kyocera stadion wordt hij geëerd in de pauze, in de rust dus zeg maar van de mannenfinale. En dat is gewoon super cool. Gefeliciteerd met Dylan!